Wat goed dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Melvin. Mijn naam is Jeffrey. En vandaag gaan we zoveel mogelijk bekers op elkaar stapelen. Binnen 4 minuten, degene die de hoogste toren heeft, die wint. We zitten een beetje apart. Waar is de tafel? Waar is de tafel nou weer? Die staat achter ons. Zit ook maar een jurkje. Maar ja, we gaan natuurlijk zo hoog mogelijk toren maken. Dus het zou heel goed kunnen dat we het dak raken. Ja, dus ja, dan moeten we even een andere setting gaan doen. Daarom. En het is wel nog steeds studiospel. Dat betekent dat het voor 1 punt geldt. Ik begin, daarna jij. 4 minuten de tijd om zo hoog mogelijk toren te maken. Als hij valt, moet je opnieuw beginnen. Oké, stuk 7. Toren maken. Oh, die gaan nog echt lastig aan elkaar. Oké, hoe ga ik dit praktisch aanpakken? Jij hebt wel een mazzel, want jij kan er afkijken. Dat is wel een spectaculair mazzel weer, hè? Oké, doe het zo. Dus daar ga ik bouwen. Dan ga ik bouwen. Ja, doe thuis lekker mee. Oh, dan kan je de video niet meer bekijken. Doe straks lekker mee. Doe nou, ja, als, mocht je de video nou hebben bekeken, dan maak er even een filmpje van. En stuur het aan ons toe via Instagram. Dan plaatsen wij het in onze story. Dan kan heel Nederland zien dat je dit spel ook aan het doen bent. En dan ben ik benieuwd hoe hoog jullie toren kunnen maken. En dan gaan we eens even kijken wie van onze volgers ons kan verslaan. Misschien is het wel heel makkelijk. Oh, ik kan er wel verder eigenlijk. Oh, dit is nog niet. Oh, dat zijn er 2. Oh, dit is spectaculair. Ik vind elke week die eerste 2-12. Nou, zo weten welke bekers het zijn. Is artikel B200R. Ja, het staat op de onderkant. Oh, maar dit is wel. Ik heb nog anderhalve minuut. Maar als hij valt, valt hij. Ik ga het risico wagen. Ik sta toch voor. Als ik snel ben, kan ik hem nog even. Nee! Ik raak in paniek. Oh nee. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Maar goed! Ja! Oké. Heb ik nog tijd? En het was op voor die beker. Ik heb geen tijd meer. Ik zal. Ik ga nu meten hoe lang die is. 91. We gaan nu kijken of Melvin dit beter kan. Nou, nu ben ik aan de beurt. Ja, en ik ga zeker een hogere toren bouwen, dat weet ik nu al. Nou, wat ik sowieso ga doen, is ik ga gewoon tegen dat ding aan. Want dat scheelt natuurlijk weer dat hij dan kan omvallen. Dus ja, er is niks gezegd in de regels dat niet mag. Dus ja, dan moet je het gewoon doen, weet je. Dus dan komt alles goed. Als je trouwens nog niet geabonneerd op ons kanaal, dat kan zeker. Doe dat dan hier beneden en dan, dan maak je ons ook weer blij. Ik heb vertrouwen in mijn toren. Ik ben ook uitgenodigd om de piramide te maken van de Egypte. Maar dat doe ik ook in de vrije tijd. Als jullie deze video nou super leuk vinden, dat is leuk. Dan moet je eventjes dat laten zien met een blauw duimpje omhoog. En als je nog meer van dit soort video's wil zien, dan moet je ons dat even laten weten via Instagram. Want YouTube heeft bedacht van, goh, laat even de reactie uitzetten. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar doe dat. De school is natuurlijk begonnen. En dat is natuurlijk super, niet leuk. Maar als je trouwens een keer te laat komt op school, heb ik trouwens een hele goede smoes. Dan moet je gewoon zeggen van, ja, juffrouw, sorry dat ik te laat ben, maar ik droomde over voetbal. Zit juffrouw, maar er was toch geen om te laat te komen? Ja, maar want er zijn de verlenging.
10 seconden. En stop. De tijd is gestopt en nu gaan we kijken hoe lang mijn toren is. Maar ik denk wel langer dan 91 centimeter. We hebben gemeten. Oh, sorry, ik was niet in beeld. We hebben gemeten. Je bent ook lang. We hebben gemeten en het is 1 meter en 10 centimeter. Ik heb gewonnen! Dankzij deze tafel! Komt hij toch nog op? Ik ben niet meer. Nee. Catch! Wil je drinken? Nee. Ik heb die gewonnen. Nee, niet gewonnen. Nee. Nou, je hebt gewonnen. Ik krijg een afleveringspunt binnen. Was deze keer staan? Nou ja, het staat niet, het staat in, de niet in de regels. Het staat niet in de regels. Ja, je kan ook weer flauw kunnen doen en gepoet pakken en dat, is, dat vind ik een beetje flauw. Oh ja, dat had ook nog kunnen. Maar dat vond ik een beetje flauw. Dus ik denk, de tafel is wel gunstig. Ja, volgende keer bestel ik wel een hoogwerker. Ja, is goed. Goed, volgende week zijn we weer met een nieuwe spel. Zondag, geen idee wat we dan gaan doen. Nee. Dat zien jullie volgende week wel. Bedankt voor het kijken. En dat is een beetje een bedreiging. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. En natuurlijk, ja, vrijdag. Bij onze serieaflevering.